200.000 en counting. Steeds meer mensen krijgen een chip in hun brein. Nu meestal vanwege een nare ziekte zoals Parkinson of vanwege een angststoornis. De elektrode helpt dan bewegingen onder controle te houden en angsten te onderdrukken. Zo'n chip in je brein kan je leven dus veranderen. Ook interessant als je gewoon gezond bent. Je kan actiever worden met een chip, beter presteren. Je wordt vrolijker en mogelijk kan je met een elektrode zelfs je IQ vergroten. Ondernemers ruiken kansen. Het designerbrein komt eraan. In voorkennis. 3 wetenschappers over het designerbrein. In het ziekenhuis werken we al jaren aan. Diepe hersenstimulatie. Daarbij implanteren wij een elektrode in het brein die verbinding maakt met een computer. We programmeren die elektrode van buitenaf en grijpen daarmee in op hersenprocessen. Op deze manier kunnen we mensen steeds beter helpen. Onder andere bij de ziekte van Parkinson, Tourette en dwangstoornissen. De laatste jaren zijn hersenimplantaten steeds slimmer geworden. Zo kunnen ze niet alleen hersenen stimuleren, maar ook hersenactiviteit monitoren en daarop reageren. Zo kunnen we bijvoorbeeld een opkomende epileptische aanval onderdrukken. En tegenwoordig kunnen we ook patiënten op afstand helpen. Zo kan ik vanuit Maastricht de stroom van een elektrode van een patiënt in Groningen aanpassen. Een elektrode inbrengen is nu nog wel een dure en belastende operatie, maar ontwikkelingen gaan snel. Er zijn steeds meer alternatieven waarmee je de hersenen zonder chirurgische ingreep kunt stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan een magneet die van buiten je hoofd je hersenen stimuleert. Je zou dan eens in de 2 weken langs de psychiater kunnen gaan voor een sessie. En dan kun je weer een tijdje tegenaan. Met hersenstimulatie kan je mooie dingen doen, zoals ziektes behandelen. Maar het roept ook vele ethische vragen op. Hersenstimulatie kan de waarneming van de wereld veranderen en iemands emoties beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de ervaring van geluk en de beheersing van agressie. Voor een prestatiegerichte wereld zoals die van ons, waar veel van mensen geëist wordt, lijkt deze technologie veel kansen te bieden. De vraag is of dit soort technologie wel wenselijk is als het wordt ingezet voor niet strikt medische toepassingen. Bijvoorbeeld als we het gaan gebruiken om iedereen zich een beetje gelukkiger te laten voelen. Sommige filosofen zeggen dat geluk een belangrijke graadmeter is voor het goede leven. Vanuit zo'n perspectief is het geen gek idee om technologie te gebruiken om je wat gelukkiger te voelen. Anderen beargumenteren juist dat we onderscheid moeten maken tussen je goed voelen en het goede leven. Een waardevol leven is niet de optelsom van tijdelijke gelukservaring, maar die van doelen, relaties en geleefde ervaringen. De toepassing van technologie om het geluksgevoel te verhogen is vanuit dat perspectief op zijn minst twijfelachtig. Deze overwegingen staan nog los van de vraag hoe veilig het is qua privacy en gezondheidsschade. Je implanteert toch iets in je gezonde brein. Het is nu een belangrijk thema bij de Verenigde Naties en de Raad van Europa. Hoe moeten mensenrechten bescherming bieden aan ons brein, emoties en gedachten? Zo wordt bijvoorbeeld nagedacht over een recht op mentale zelfbeschikking. Dit recht heeft 2 kanten. Enerzijds is het een recht tegen het onvrijwillig laten veranderen van je brein en mentale eigenschappen, maar anderzijds ook een recht om je eigen hersenen vrijwillig te optimaliseren via therapie, onderwijs, medicatie, maar ook via hersenstimulatie. Vanuit een dergelijk recht zou dus kunnen worden betoogd dat wanneer hersenstimulatie in jouw geval bijdraagt aan een gelukkiger leven, je daar vrijwillig gebruik van zou moeten mogen maken, mits de techniek veilig en effectief is uiteraard. Momenteel lopen er bijvoorbeeld onderzoeken om veroordeelden minder agressief te maken door middel van hersenstimulatie. Het recht op mentale zelfbeschikking betekent in dat geval enerzijds dat de overheid niet zonder toestemming mag ingrijpen in de hersenen van veroordeelden, maar anderzijds ook dat veroordeelden de vrijheid moeten hebben om vrijwillig en bewust te kiezen voor een breinoptimaliserende behandeling. Sterker nog, stel dat je als veroordeelde door middel van hersenstimulatie eerder en veiliger zou kunnen terugkeren in de samenleving, dan zou de overheid mogelijk zelfs de plicht hebben om een dergelijke behandeling aan te bieden.